naast de redacteur die vorige week werd vermoord. Ik vind het vreselijk. Ik voel met de heer Wilders mee. En ik hoop met heel mijn hart dat hij ooit snel weer in een situatie van vrijheid en veiligheid kan leven. Maar dat gezegd hebbende, komt ook mij wel mijn politieke vraag. Ziet de heer Wilders nou niet dat wat hij nou net hier 10 minuten heeft staan doen, 6 minuten was de spreektijd, 6 minuten heeft staan doen, precies hetzelfde is als wat de terroristen doen? Haat, haat, angst en verdeeldheid zaaien. Met andere wapens, met het woord. Daarom staan we hier tegenover elkaar. Daarom heb ik de kans om u deze vragen te stellen. Maar ik verwacht van u wel een antwoord. Waarom gelooft u dat een strategie van angst, verdeeldheid en haat of boosheid ook maar op enige manier bijdraagt aan de oplossing van dit probleem? Ja, voorzitter, zo'n vraag kan alleen maar komen, het spijt me dat ik het moet zeggen, uit een zieke geest. Wat u zegt toont dat u een zieke geest hebt. Dat u mij gaat vergelijken met terroristen. Degene die, en nogmaals, ik wil het niet over mezelf hebben, maar zoals u terecht zei in het begin, ook een van de slachtoffers daarvan is. En ik niet alleen. Heel Nederland. Heel veel anderen. Om mij daarmee te vergelijken, meneer Samson, via u, mevrouw de voorzitter, ik denk dat het zeker in zo'n geval goed is om inderdaad via de voorzitter te spreken, is abject en ziek. En daar wil ik het bij laten. Meneer Samson. Voorzitter, voordat we nou weer in onaangename woordenwisselingen komen. De strategie is dezelfde. De wapens zijn totaal anders. In die zin gaat de vergelijking dus ook gewoon niet op. Laat dat helder zijn. Maar de strategie is wel dezelfde. En u citeerde onlangs gretig uit Martin Luther King. Het was ook de man die heel terecht de wereld vertelde dat je duisternis niet kunt bestrijden met duisternis, maar met licht. Ja. En dat zou u zich ook kunnen aantrekken. Zeker. En onze cultuur, zeg ik via u tegen de heer Samson, mevrouw de voorzitter, onze cultuur, zoals Nederland ooit was, een land gebaseerd op het jodendom, het christendom en het humanisme, dat is het licht. En het zwart is het barbarisme van de islam. En daar moeten wij ons tegen verweren. Het is geen clash of civilization. Het is een clash, een botsing tussen beschaving en barbarisme. En uw partij heeft ervoor gezorgd dat dat barbarisme, dat die cultuur naar Nederland is gekomen de afgelopen decennia. En u bent daarvoor verantwoordelijk, niet ik. Voordat ik het woord geef aan meneer Pechtold, hecht ik eraan om op te merken voor de handelingen dat het verstandig is in debatten als deze, waar al zoveel ballen in het spel zijn, dat we het over de inhoud hebben en dat we elkaar geen namen toevoegen die niet nodig zijn om je punt te maken. Ik geef het woord aan meneer Pechtold. Voorzitter, ik heb een vraag aan collega Wilders. In zijn bijdrage gaf hij de schuld, ik zeg het in mijn eigen woorden, aan de islam. Voor mij blijft het een probleem waar de heer Wilders de analyse maakt. Het is de schuld van een religie, want dat is de islam. En vervolgens in zijnzelfde spreektijd zegt, maar er zijn natuurlijk ook moslims die welwillend goedwillend zijn. Zeker. Het zijn toch individuen die een keuze maken om op politiek, ideologie of religie bepaalde daden te verrichten. Dan kan je toch niet het abstracte gebruik van de islam is schuldig, terwijl je daarmee de context maakt dat iedereen die daaruit voortkomt, dat geloof heeft, daar inspiratie uit put of wat dan ook, mede schuldig is. Allemaal, meneer Pechtold, gebaseerd op de islam. Allemaal roepen ze Allahu Akbar als ze de hoofden afsnijden. Allemaal baseren ze zich op de profeet als ze een journalist een kogel door het hoofd jagen. Allemaal gebruiken ze de Koran en wreken ze de profeten in hun ogen om dat te doen. Allemaal. In New York, in Mumbai, met Theo van Gogh in Amsterdam, vorige week in Parijs, overal. Komt u mij niet aan dat het niets met de islam te maken heeft. Het is de islam. En natuurlijk, dat heb ik ook gezegd en daar meen ik ieder woord van. Niet iedere moslim is een terrorist. Maar ongeveer alle terroristen in Nederland en in de wereld op dit moment zijn moslim. En dat kunt u niet wegpoetsen met wat u ook zegt. Meneer Pechtold. Voorzitter, en daarmee is zorgvuldig taalgebruik een redenering van belang. En is het dus zaak dat als de heer Wilders spreekt als de islam is verantwoordelijk, dat hij zuiverder is in dat dat een religie is waar je of je inspiratie, je verdriet of wat dan uit
kan putten. En dat idiote extremisten er andere dingen mee doen. Maar de suggestie die de heer Wilders wekt, is alsof iedereen verdacht is. Mijn tweede vraag, voorzitter, is heel concreet naar de riedel die hij het kabinet verwijtte als het ging om veiligheid. Was het niet op het moment dat Wilders aan de macht was, bezuinigen op defensie, geen geld voor politie, geen geld voor het Openbaar Ministerie. Het enige waar Wilders in dat jaar mee kwam, was 500 agenten voor de dierenpolitie. Waar is uw geloofwaardigheid als het nu gaat om weer de wijsheid in pacht te hebben? Toen u het kon, deed u het niet. Voorzitter, eerst het eerste deel van de opmerking van de heer Pechtold. Meneer Pechtold, de islam is haat. De islam is geweld. De islam is onverdraagzaamheid. Noemt u mij eens 3 landen in de wereld waar door de komst van de islam de vrijheid van meningsuiting is vergroot. Of waar de vrijheden in zijn algemeenheid zijn vergroot. Of waar geen geweld, waar minder geweld is voortgekomen. Het tegenovergestelde is het geval. Overal waar de islam aanwezig is en overal waar de islam groeit, gaat het ten koste van alle vrijheden en zie je meer geweld. En het tweede deel van de vraag van meneer Pechtold, mevrouw de voorzitter. Het gaat natuurlijk niet alleen om geld. Mijn punt is juist de hele tijd dat we hadden moeten beginnen met de grenzen te sluiten voor nog meer mensen uit immigratielanden, uit islamitische landen. Daar moeten we mee ophouden. Dat we terroristen, ik roep het al 10 jaar, hun paspoort afpakken en het land uitsturen. Denaturaliseren. Wij roepen het al 10 jaar en het gebeurt niet. Dat we terroristen laten gaan, alleen met een bak geld. Alleen met een bak geld los je de problemen niet op. Je moet het bij de oorzaak, bij de basis pakken en dat is de islam. Meneer Kuzu. Voorzitter, de heer Wilders geeft aan dat hij trots is dat hij al 10 jaar in de politiek zit namens de PVV en 10 jaar lang wijst op de bron van het gevaar en de oorzaak van het gevaar in zijn eigen woorden. Ik wil graag van de heer Wilders horen of hij dit wil bevestigen. En dan wil ik een ja of een nee horen. Dus de bron van het kwaad is volgens de heer Wilders de islam. Ja of nee? Aan ja, nee vragen doen we niet mee. Ik begrijp dat het voor de heer Wilders pijnlijk is om daar antwoord op te geven. Nee, het is als de bron van het islam. Nee. Voorzitter, ik neem aan dat ik het woord heb. Voorzitter. Geweldig. Ik heb de afgelopen week dit document bestudeerd. In 2011 vermoord de Andres Breivik 10 mensen in Noorwegen en zorgde voor meer dan 100 gewonden. In zijn manifest van meer dan 1000 pagina's noemt hij de naam van collega Wilders 30 keer. Daarmee bent u ook de oorzaak van het kwaad. En als u consequent en consistent bent, dan zou u ook zeggen dat u uzelf moet bestrijden. Meneer Wilders. Ja, voorzitter, ik heb aan die onzin niet zoveel te melden. Voorzitter, ik begrijp dat het pijnlijk is voor de heer Wilders. Maar wat hij de afgelopen 10 jaar hier in deze Kamer heeft gedaan, is het prediken van haat. Waardoor groepen mensen in deze samenleving zich tweederangsburger voelen. En elke keer als hij dat doet, dan sta ik hier om hem te bestrijden op een democratische wijze in het debat met woorden. Zeker. Het is vooral pijnlijk om u daar te zien staan, maar dat is uw goede recht. Voordat ik het woord geef aan de heer Zijlstra, moet ik de mensen op de publieke tribune vragen om geen tekenen te vertonen van instemming of afkeuring. Meneer Zijlstra. Ja, voorzitter, na de vorige discussie. Ik vraag het even voor de zekerheid. Ik meende dat u klaar was met uw antwoord, meneer Wilders. Ik had al veel te veel gezegd, voorzitter. Meneer Zijlstra. Ja, voorzitter, na de voorgaande discussie terugkomen op een zin die de heer Wilders uitsprak in zijn betoog. Namelijk, hij zei, wij moeten de-islamiseren. Ik zou graag van de heer Wilders horen wat hij daarmee bedoelt. Ja, minder islam in Nederland, dat is de-islamiseren. Het kabinet doet meer islamiseren, houdt de grenzen open. Weet u, meneer Zijlstra, alleen al vorig jaar 20.000 mensen uit islamitische landen die erbij komen. Dat betekent dat we in 5 jaar tijd, 1 kabinetsperiode, laten we hopen dat dit kabinet die periode niet volmaakt, maar toch 100.000 mensen erbij. Dat willen wij niet. Genoeg is genoeg. Dat is mijn antwoord. Minder islam, minder moskeeën, het liefst helemaal geen. Geen islamitische scholen en het stoppen van de immigratie. Voorzitter, ik begrijp onder andere, ik probeer uit te vinden wat nou precies de maatregelen zijn die de heer Wilders voorstelt. Want dan weten we wat hij wil.
De ronkende teksten die hebben we nu gehad, maar wat wil die? Moskeeën sluiten, geen moskeeën erbij, geen islamitisch onderwijs, immigratie stop voor mensen uit islamitische landen. Zijn dat de dingen? Zijn er nog meer? Kunt u concreet worden? Zoveel meer. Het zou fijn zijn om te horen, voorzitter, wat dat dan is. Nee, voorzitter. Dit is werkelijk een blamage voor de fractievoorzitter van de grootste partij van Nederland. Wij roepen al 10 jaar. De maaier van maatregelen die we hebben, wat u net heeft genoemd, is nog maar een deel van het totaal. En dat gaan ze hier niet allemaal opnoemen. Leest u onze verkiezingsprogramma. Kijkt u de debatten na waar het om gaat. We hebben alleen maar voorstellen gedaan. Sterker nog, het is zo ongeveer de reden dat we de Partij voor de Vrijheid hebben opgericht. En dan nu vragen, als een onnozele gans, van wat heeft u allemaal voorgesteld, bekijkt u het maar. Ja, voorzitter, kwak zou ik willen zeggen. Waar het om gaat, is dat de heer Wilders altijd op grote woorden spreekt. De-islamiseren. Maar die concreetheid waar hij zich op beroept, die is er vaak niet. En ik vond van de heer Wilders wel graag willen weten waar hij met behoud van de vrijheden, waar ook hij en zijn partij, die notabene de Partij voor de Vrijheid heet, voor zegt te staan, hoe hij met behoud van de vrijheden, waar generaties in dit land voor hebben gevochten, hoe hij gaat zorgen dat deze maatschappij de essentie houdt van wat het is. Dat alle burgers in dit land, alle burgers, zwart of wit, gelovig, niet gelovig, islamiet, jood, christen, dat iedereen in dit land gelijke rechten heeft. Staat u daarvoor of staat u daar niet voor? Ja, voorzitter, het zijn net de cultuurrelativisten zoals de heer Zijlstra die zorgen dat onze vrijheden naar de knoppen gaan. U zorgt ervoor met uw houding dat de vrijheden naar de knoppen gaan. Want u laat die grenzen openstaan. U zorgt dat die grenzen open blijven. Dat er ieder jaar opnieuw 20.000 mensen uit islamitische landen komen. Van u mogen u houdt de jihadisten zelfs tegen. Dus door de houding, mevrouw de voorzitter, van de VVD zorgen we ervoor dat uiteindelijk de islamisering van Nederland toeneemt. En dat onze vrijheid alleen maar meer beknot wordt. En dat er, voorzitter, als het zo doorgaat, morgen ook een aanslag in Nederland plaatsvindt. Om dat te voorkomen. Om aanslagen te voorkomen. Om te zorgen dat Nederland weer vrij wordt. Dat journalisten vrij kunnen schrijven. Dat cartoonisten vrij kunnen publiceren. Dat vrouwen en homoseksuelen en alle anderen vrij in het land kunnen leven. Hebben we één ding nodig. En dat is minder islam. Meneer Zijlstra, tot slot. Ja, voorzitter, tot slot. Dat laat onverlet dat de vrijheden waar dit land op gefundeerd is, die vrijheden waarvoor gevochten is, die zijn breder dan dat. Dat is ook vrijheid van religie. En ik ben de eerste om toe te geven dat er binnen de islam een probleem is. Ik denk dat er bijna niemand in deze zaal is die dat zal bestrijden. Maar dat zullen zij ook zelf onderling moeten oplossen. Maar het kan niet zo zijn dat als wij zeggen te strijden voor de vrijheden in dit land, dat wij dan tegelijkertijd die vrijheden geweld aandoen. En dat is wat u hier heel helder wel aangeeft. U zegt te strijden voor onze vrijheid en dat doet u door ze weg te gooien. Mevrouw de voorzitter, in reactie daarop, als er iemand de vrijheid in Nederland om zeep helpt, dan is het de houding van dit soort mensen. Dan is het de houding van mensen als meneer Zijlstra. Zij verkwanselen. De VVD verkwanselt onze vrijheden. En als het gaat om religies, meneer Zijlstra, de islam is meer een ideologie dan een religie. En laat ik u één voorbeeld geven, via de voorzitter. In de islam, en daarmee is de islam vergelijkbaar met het communisme of het fascisme. En daarmee is de islam niet vergelijkbaar met het katholicisme of het jodendom. De islam mag men niet verlaten. Op het moment dat je de islam verlaat, op het moment dat je ervoor kiest om afvalliger te worden, staat daar de doodstraf op. Dat is de islam. Dat is geen religie. Het ziet eruit als een religie, maar dat is een ideologie. Een kwaadaardige, totalitaire ideologie die je niet mag verlaten. En om dat te bestrijden is de beste recept voor de vrijheid in Nederland. Meneer Van Ooyek. Ja, voorzitter, juist ook nu weer naar die verschrikkelijke aanslagen van vorige week, denk ik dat het de verantwoordelijkheid van ons allemaal is, zoals we hier zitten, ongeacht wat we precies voorstellen, om ervoor te zorgen dat de spanningen in de samenleving niet verder oplopen, maar als het kan, verminderen. Ik hoop,
Ik verwacht ook eigenlijk dat de heer Wilders dat met mij eens is. En de vraag die ik hem zou willen stellen is, heeft hij nou wel eens dat hij, laten we zeggen, op een regenachtige zondagmiddag eens even rustig zit na te denken en zich dan afvraagt welke bijdrage hij daar eigenlijk aan zou kunnen leveren, aan het verminderen van die spanningen? Voorzitter, ik denk daar al 10 jaar over na. Ik heb al 10 jaar geleden de Partij voor de Vrijheid opgericht. Ik ben al 10 jaar lang, word ik continu beveiligd. Ik denk daar iedere minuut van mijn leven over na. Wie denkt u dat u bent om mij die vraag te stellen of ik daar wel eens op een regenachtige zondag over nadenk? En al 10 jaar lang houden wij hier een consistent verhaal. Nogmaals, het is de basis op grond waar deze partij, de Partij voor de Vrijheid, voor is opgericht. Wij knokken voor onze vrijheid. Vandaar het woord vrijheid in de naam PVV. Omdat islam en vrijheid niet samengaan. Opnieuw, zeker. Niet alle moslims zijn terroristen. Zeker niet. Maar de islam is een groot gevaar voor Nederland. Meneer Van Ooyek. Voorzitter, ik begrijp werkelijk niet waarom de heer Wilders mij op zo'n hoge toon toespreekt en mij vraagt wie ik wel denk dat ik ben, dat ik mij verwittig om hem een vraag te stellen. Het is namelijk een hele gewone vraag die ik mezelf stel, die hij zichzelf stelt, maar die er bij hem kennelijk toe leidt dat hij al 10 jaar hetzelfde zegt, zoals hij net zelf bevestigt, alleen steeds op een hogere toon en steeds met grotere kwalificaties en steeds met hardere persoonlijke aanvallen op wie het maar waagt om zijn positie en zijn stellingname ter discussie te stellen. Dat getuigt niet van veel zelfreflectie, mevrouw de voorzitter. En weet u waarom dat is, mevrouw de voorzitter? Weet u waarom dat is? Dat wil ik u heel graag uitleggen. Omdat we 10 jaar geleden de moord hadden op Theo van Gogh. Dat we ongeveer 10 jaar geleden, nog langer zelfs, 9/11 hebben gehad. Duizenden mensen onschuldig zijn vermoord. Dat ik toen al hier stond. Dat het een van de redenen is dat ik mijn oude partij heb verlaten. Dat ik toen al hier stond met dat verhaal te houden. En dat u allemaal hier bijna, en zeker ook het kabinet, niet wilde luisteren. En dat we daarna opnieuw, aanslag na aanslag na aanslag, en opnieuw de politiek correcte reactie na de politiek correcte reactie na de politiek correcte reactie. En dat, en daar begon ik mijn verhaal mee, dat maakt mij woest. Dat maakt mij woest. We hadden het kunnen voorkomen. We hebben het altijd geroepen. Het is bijna geen partijpolitiek meer. Het gaat om het beveiligen van Nederland. En niemand heeft geluisterd. En dan, mevrouw de voorzitter, word ik inderdaad boos. Meneer Van Ooyek. Ja, voorzitter. En ik weet dat de heer Wilders niet op mijn raad zit te wachten. Maar ik zou hem toch in overweging willen geven om niet steeds maar bozer en bozer en bozer te worden. Maar zich af te vragen hoe hij misschien samen met andere partijen in deze Kamer die net zo verdrietig en boos zijn over de zinloze moorden als hij, hoe die samen met die andere partijen wellicht soms een klein stapje zou kunnen zetten om tot een oplossing te komen. Het gaat niet, mevrouw de voorzitter, om het feit dat niet iedereen boos is. Natuurlijk is iedereen boos met een beetje gezond verstand over die verschrikkelijke moordpartij zoals vorige week. Het gaat erom dat we de goede analyse maken waar ligt het aan, en het gaat erom dat we de goede maatregelen nemen. Mijn partij riep 10 jaar geleden al, toen mevrouw Verdonk was toen zelfs nog minister, riepen we al, we moeten de terroristen denaturaliseren. Pak hun paspoort af. Het wetsvoorstel ligt er nog steeds niet. Het is er nog steeds niet. Het had al 10 jaar geleden kunnen gebeuren en we hadden dingen kunnen voorkomen als we het hadden gedaan. Dus als het gebeurt, als het kabinet morgen naar ons luistert, dan zal ik een toontje lager zingen en geen seconde eerder. Meneer Buma. Ja, voorzitter, wat de heer Wilders allemaal zei is op zichzelf niet nieuw. Het enige wat ik echt nieuw vond, was dat hij zelf voor het eerst ook zo duidelijk erkent, de afgelopen 10 jaar zeg ik dit al, en eigenlijk heb ik in die afgelopen 10 jaar met alles wat ik zei niets bereikt. Dus ik snap uw woede wel, maar die woede moet zich vooral richten op uzelf. 2 jaar heeft u zelf, als dat alweer voor de fractie te ver gaat, dan moet u even met uw fractie gaan praten. In die periode heeft u zelf 2 jaar als gedoger deelgenomen aan een kabinet waar dingen gerealiseerd hadden kunnen worden. U bracht het zelf ten val. Als u op deze manier doorgaat en ruzie maakt met iedereen hier, is een methode. Maar ik zeg u, over 10 jaar staat u er nog steeds boos te zijn en heeft u niets bereikt. En dat mag u ook wel eens aan uw eigen kiezers gaan vertellen. Nee, voorzitter, dat is niet het geval. Want ik zeg u, en ik eindigde mijn verhaal daarmee, de tijden van de Buma's, de tijden van de Ruttes, die zijn voorbij. U gaat het niet winnen. U krijgt die geest niet uit de fles. U kunt hier een beetje de vlotte jongen uithangen,
en zeggen, Wilders, wat heb je nou voor elkaar gekregen? Maar u gaat het onderspit delven. De mensen in het land willen de islamisering niet, meneer Buma. De mensen in Europa willen de islamisering niet. Het is niet voor niets dat mijn partij er nu virtueel goed voor staat. Het is niet voor niets dat er nu 40.000 mensen in Dresden ongeveer iedere week 's avonds, en het zullen nog alleen maar meer worden, demonstreren. Het is niet voor niets dat de mensen er genoeg van hebben. Uw Haagse politieke spelletje, u bent een product van het Haagse politieke spel, zal niet meer werken. Zal niet meer werken. De mensen hebben er genoeg van, meneer Buma. Genoeg van politici als u. Meneer Buma. Voorzitter, de heer Wilders werkte hier al toen ik nog zo'n beetje studeerde. Dus wat dat betreft, de vraag wie hier Den Haag van binnen beter kent, kan hij zelf het beste beantwoorden. De heer Wilders haalt twee dingen door elkaar. En dat is de peilingen en zijn virtuele grootte. En de vraag waarom hij, en wij volgens mij we allemaal in de politiek zitten, om iets voor elkaar te krijgen. En dan blijf ik zeggen, en de heer Wilders mag het ontkennen, 10 jaar lang roept hij hier, het enige kabinet wat hij steunde, stuurde hij zelf naar huis, om vervolgens alle volgende kabinetten ook weer naar huis te willen sturen. Over 10 jaar staat u daar weer en bent u even boos en heeft u niets gehaald. En dat is maar aan één iemand te wijten, en dat is de heer Wilders zelf. Ja, voorzitter, over 10 jaar weet ik niet wat de heer Buma doet. Maar ik ben ervan overtuigd dat in Nederland en dat de rest van Europa, de mensen die de islamisering genoeg zijn, dat die de invloed krijgen. Dat die de invloed zullen krijgen. En dat zal hier inderdaad misschien niet altijd lukken met alle partijen als het CDA, als de Partij van Arbeid en als weet ik wat dan ook. Dat zal niet mogen lukken, want dan was het misschien in 10 jaar al gelukt. Maar de PVV zal groeien. Partijen als de onze zullen groeien. Die politieke revolutie, die zal nog komen. En we zullen zien, meneer Buma, wie gelijk krijgt. Meneer Roemer. Voorzitter, als je heel lang staat te luisteren, dan zit je wel heel erg lang te denken van wat is nou het beste antwoord op het betoog van de heer Wilders. De hele Kamer walgt van extremisme. De hele Kamer is ervan overtuigd dat we dat hard moeten aanpakken en daar alle maatregelen voor moeten nemen. Maar ik sta hier ook om de vrijheid te beschermen van alle Nederlanders. En dat betekent dus ook dat ik hier heel veel moeite mee heb dat de heer Wilders 1 miljoen Nederlanders met een islamitische achtergrond voor potentiële terroristen wegzet. Ik weiger daaraan mee te doen. Ik vind het zelfs levensgevaarlijk. Dit is mensen zo tegen elkaar opzetten dat polarisatie in de samenleving erger wordt, dat haat met haat beantwoord gaat worden en dat wij er niet in zullen slagen om elkaar beter te leren begrijpen en van Nederland een samenleving te maken. Daarvoor zullen we een andere analyse moeten maken en andere maatregelen moeten nemen dan de heer Wilders voorstelt. Dit vind ik levensgevaarlijk. Meneer Wilders. Ja, voorzitter, ik weet niet wie de heer Roemer die interruptie heeft ingefluisterd, maar hij kan echt beter hoor, want dit leek echt nergens op. Want wij hebben juist in het begin van mijn verhaal gezegd dat ik de laatste zal zijn om alle moslims over een kam te scheren. Ik ben notabene begonnen met te zeggen dat niet alle moslims zijn terroristen, maar zo ongeveer wel alle terroristen zijn moslim. Met andere woorden, juist niet heb gezegd dat al die miljoen moslims verdacht zijn van terrorisme. Leg me dat niet in de mond. Reken me af, ook als u het niet met mij eens bent, op wat ik heb gezegd. Wat ik heb gezegd is dat de islam niet deugt. Dat overal waar de islam voet aan de grond krijgt, dat het juist ten koste gaat van die vrijheid die u zegt te verdedigen. Maar u doet dat niet. U doet dat niet, want door de andere kant op te kijken gooit ook u, meneer Roemer, onze vrijheid te grabbel. Mevrouw de voorzitter, de heer Wilders doet het wel. Door mensen de vrijheid te ontnemen, boeken te verbieden, mensen het liefst nog een belasting op kledingstukken opleggen, mensen een beroepsverbod op te leggen op Schiphol voor mensen afkomstig uit islamitische landen, ongeacht de aard, ongeacht wie ze zijn, hoe ze zich gedragen hebben. Dit is mensen categorisch in een hoek stoppen waar ze niet op zitten te wachten, waar ze niet op gevraagd hebben en wat gevaarlijk is. En daarmee maakt u ze tot potentiële terroristen en zullen zich alleen maar verder dreigen af te zetten tegen al die mensen die hun in één keer wereldvreemd gaan vinden. Daar doet u aan mee. Dat is levensgevaarlijk, dat zou u niet moeten doen. Strijd met ons met maatregelen die de integratie in Nederland al juist bevorderen. Strijd met ons met maatregelen om sociale onrust aan te pakken. Ga met ons aan de slag om te zorgen dat buitenlandpolitiek
die extremisme in de hand werkt, dat we daarmee stoppen. Maar ga niet alle mensen in één hoek stoppen en ga zeker niet alle mensen op deze manier veroordelen tot een mogelijke terrorist. Gevaarlijk. Weet u wat gevaarlijk is, mevrouw de voorzitter? Gevaarlijk is partijen die de andere kant op kijken, zoals de Socialistische Partij. Partijen die het niet kunnen nalaten om de grenzen nog verder open te zetten. Partijen als de SP die zo ongeveer letterlijk voor een politiebureau gaan liggen als er een asielzoeker het land uit wordt gezet. Partijen als de SP die alleen maar meer immigratie willen. Partijen als de SP die nog een miljardje extra aan ontwikkelingshulp willen besteden in plaats van aan de veiligheid in Nederland. Dat soort partijen, mevrouw de voorzitter, dat soort partijen, dat is pas een gevaar voor Nederland. Meneer Romer. Voorzitter, de heer Wilders die komt alleen maar toch terugschelden. Dat mag. Ik bedoel, hij gaat over zijn eigen antwoord. Hij gaat volgens mij niet op geen enkel voorstel in. Op geen enkel voorstel in. En het is de heer Wilders zelf geweest die als gedoger in het kabinet de ene bezuiniging op de andere bezuiniging heeft doorgevoerd die haak staat op integratiebeleid. Deradicaliseringsprogramma's afgeschaft. Integratiebeleid afgeschaft. Segregatiebeleid afgeschaft. Forse bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Bezuinigingen op openbaar ministerie en de politie. En dan gek vinden dat het allemaal raar loopt? Kijk alsjeblieft eens even naar uzelf. Ja, voorzitter, deradicaliseringssubsidies. Deradicaliseringssubsidies, dat u het woord... Het is leuk voor Scrabble, maar voor de rest stelt het echt helemaal niets voor dat hele woord. Dat is wat het kabinet ook doet. Het kabinet laat teruggekeerde jihadgangers gewoon terug Nederland in. Zonder ze op te pakken. En wat krijgen ze? Ze krijgen zo'n deradicaliseringsprogramma. En wat is dat dan? Dat is een psychologische begeleiding. Dat is wat ze krijgen. Ze worden niet in een lurven gepakt en in de gevangenis gegooid. Nee, ze krijgen een psychologische begeleiding. En dat soort subsidies, mevrouw de voorzitter, hoe eerder we ze kwijt zijn, hoe beter. Mevrouw Thieme. Ja, voorzitter, ik zie niet alleen een hele boze man, maar ik zie ook een hele bange man. En ik begrijp dat je je zo voelt als je op zo'n lidlijst staat. Maar is het dat nou niet precies wat terrorisme willen? Dat je heel erg bang wordt. En gunt de heer Wilders deze victorie van de terroristen? Dat iedereen banger wordt. Want terrorisme is haatzaaien. Is angstaanjagend. En is de heer Wilders niet met mij van mening dat als je juist die angst probeert nog verder te zaaien en daar eigenlijk nog een beetje op een duit in het zakje te doen, dat je daarmee juist de terrorisme en de terroristen geeft wat ze willen, namelijk een samenleving die gebaseerd is op wantrouwen en op angst. Mevrouw de voorzitter, ik weet niet waar mevrouw Thieme de afgelopen jaren is geweest, maar er zijn duizenden mensen vermoord en afgeslacht. Dat zijn objectieve cijfers, dat heeft niks met angst te maken. Natuurlijk ben ik wel eens bang en dan overigens meer voor de mensen die niet beveiligd worden dan voor mezelf. En dat zouden we allemaal moeten zijn. Maar er zijn duizenden mensen afgeslacht. En dat kunnen we niet accepteren. We moeten nagaan hoe dat komt. En dat gebeurt niet door katholieken in Europa. Dat gebeurt niet door joden. Dat gebeurt niet door boeddhisten. Dat gebeurt door mensen in de naam van de islam. Dat gebeurt door mensen die Allahu Akbar roepen. Dus komt u mij niet aan met angst. Ik wil er wat aan doen. En ik zou willen dat u dat ook deed. Voorzitter, terrorisme is gebaseerd op angstzaaien. De terroristen willen heel graag dat de samenleving uiteenvalt en dat er wantrouwen en dat er angst is. En dat er daardoor ook kans ontstaat om mensen te onderdrukken. En als de heer Wilders dus zelf door zelf ook angst aan te jagen, door mensen in feite nog meer tegenover elkaar te gaan zetten, helpt om zo'n samenleving te realiseren, dan is hij niet tegen terrorisme aan het vechten, maar dan helpt hij terrorisme alleen maar verder. Voorzitter, vanaf de eerste dag dat ik de PVV heb opgericht en ook daarvoor, doe ik niets anders dan vechten tegen terrorisme. Dus ik kan niet zoveel met die vraag. Meneer Van der Staaij. Voorzitter, ik wil niet reageren op de opmerking over katholieken als protestant. Dat onderdeel van de geschiedenis laat ik maar even terzijde. Maar ik heb wel een andere vraag. Mijns inziens is het doel van dit debat ook om eensgezind afkeuring uit te spreken, veroordeling uit te spreken over die aanslagen en vervolgens ook te kijken, nuchter en vasthoudend, welke maatregelen kunnen er genomen worden om meer bescherming nog te krijgen in ons land. Doet de heer Wilders zichzelf niet tekort als hij zegt in al die 10 jaar is er eigenlijk helemaal niks bereikt? Want was hij het niet die in 2005
een motie indiende die zei: zou het niet mogelijk zijn in het geval van terroristische misdrijven ook het Nederlanderschap te ontnemen? Is dat niet gewoon een motie die uitgevoerd is en een wet die we nu hebben? We kunnen het Nederlanderschap ontnemen bij een onherroepelijke veroordeling voor een terroristisch misdrijf. Zeker, maar mevrouw de voorzitter, de heer Van der Staaij moet het toch met me eens zijn dat het toch werkelijk, nou, ik zal in ieder geval niet God geklaagd, maar dat het toch verschrikkelijk is dat de motie van 2005, 10 jaar geleden, hij is nog niet eens tot wet geworden. En het wetsvoorstel wat we nog meer nodig hebben, dat is het wetsvoorstel wat regelt dat mensen bij bestuursrechtelijke maatregelen al meteen bij vertrek en deelname aan een jihadistische organisatie een paspoort kan worden, een nationaliteit kan worden ontnomen met een rechterlijke toetsing achteraf. Dat ligt na die 10 jaar nog steeds in de la bij de minister van Justitie. Dus natuurlijk is het mooi als zo'n wet van denaturalisatie er komt. Maar hij had er al 10 jaar geleden moeten komen en ik kan niet blij zijn met iets wat wij toen al wilden, en inderdaad, volgens mij heeft uw fractie dat ook gesteund, dat die dat nu nog steeds niet is. Ik vind het onvoorstelbaar. Voorzitter, laten we nou eens gewoon een simpele feitencheck doen. Ik wil wel eens horen van de minister van Veiligheid en Justitie of dat niet gewoon een wet is die al in werking is getreden in 2010, een paar jaar geleden, als ik me goed herinner. Dus volgens mij is er gewoon de bereidheid, als we niet hier allemaal de bomen ingaan, maar gewoon kijken wat zijn nou goede maatregelen. Heb ik steeds gemerkt in diezelfde jaren met de heer Wilders dat er wel degelijk te praten valt over concrete en doordachte maatregelen. Zeker. En zouden we elkaar niet moeten stimuleren om daar nog meer mee te komen? Mevrouw de voorzitter, it's too little too late. En het allerbelangrijkste is dat het kabinet de foute analyse maakt. Dat de Kamer hier de foute analyse maakt. Dat ze het hebben over terroristen, en natuurlijk zijn het terroristen, maar dat ze weigeren die olifant die iedereen ziet, die midden in de Kamer staat, waar met koeienletters islam op staat geschreven, dat niemand die durft te zien. En gelukkig wordt er ook wel een keer een maatregel aanvaard. Ik geef dat aan de heer Van der Staaij toe. Maar het is veel te weinig. Het is bijna niets. En ik word ontzettend boos dat de veiligheid van Nederland, dat die door dit kabinet en veel voorgaande kabinetten wordt verkwanseld. Dat willen Nederlanders niet, dat verdienen Nederlanders niet. En ik verzeker u, dat gaan we veranderen. Dank u wel voor uw bijdrage.